Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 16 mei 2016. Dus het bulletin van maandag, afhankelijk van de beschikbare tijd, maar zo goed als zeker zitten er bij deze uitzending morsen en aansluitend ook een SSTV plaatje, geschikt voor de app Robots 36 op Android en CQSSTV op iOS. Verschillende websites, onder andere Veron.nl en Hamnieuws.nl, melden dat het beknopte bandplan voor onze IARO-region 1 op 1 juni aanstaande verandert. Het bandplan op HF moet ik zeggen. Nieuw is bijvoorbeeld een digimode-segment van 3570 tot 3580 met een maximale bandbreedte van 200 Hz. Verder op een van mijn favoriete amateurbanden 30 meter een uitbreiding van 10 kHz voor het datagedeelte. Dat datagedeelte loopt nu van 10.140 tot 10.150 MHz. Dat gaat lopen van 10.130 tot 10.150. 30 meter is overigens de enige korte golfband met een gedeelte van nu 40 kHz groot waar alleen morsen is toegestaan. Dat stukje alleen morsen wordt vanaf 1 juni dus 30 kHz groot. Er is met deze aanpassing in Nederland nog wat bijzonders aan de hand. Het stukje van slechts 10 kHz is vastgelegd in de tabel van onze gebruiksvoorwaarden. Daardoor kunnen Nederlandse amateurs dus pas gebruik maken van de extra 10 kHz voor datamodus als het Nationaal Frequentieplan en de frequentietabel in de gebruikersbepalingen is aangepast. PA5 Tango Yankee Sierra heeft op de Jutberg een korte speelfilm gemaakt, eigenlijk als teaser voor de nachtjacht tijdens de radiokampweek van de VZA. De film met tal van uit het Gooi en daarbuiten bekende amateurs is zeker ook nu de nachtjacht al geweest is nog de moeite waard om te bekijken. Het thema van de film en van de nachtjacht is nummerstations. De Vos zond bij de jacht codes uit. Waar en wanneer dat gebeurde was geheim, maar met de codes kon een puzzel worden opgelost en zo kon je winnen. Het filmpje gaat over een foute Russische spion die probeert de jacht te frustreren omdat hij zelf namelijk graag wil winnen. De organisatie van de jacht roept uiteindelijk zelfs de hulp in van James Bond, wat weer leidt tot een aantal grappige situaties. Kortom, ik kan de film alleen maar aanbevelen. De film is op internet te bekijken op Vimeo. Ik heb hem echter ook geëmbed op pnlete.nl. Je kunt hem daar bekijken en via Vimeo kun je de film ook eventueel downloaden. Bijvoorbeeld om op een verenigingsavond te draaien. Grootte is ongeveer 2 gigabyte. In de serie over de historie van onze hobby kwam het al aan de orde. De 4 meter band die stamt uit het International Geophysical Year, het IGY. Dat was in 1957 en binnenkort is het dus 60 jaar geleden dat amateurs in het eerste land, het Verenigd Koninkrijk, toegang tot die band kregen. Tussen 1 en 28 november, ja het duurt nog even, zal het de gelegenheid hiervan een speciaal station in de lucht zijn met als roepnaam Golf Bravo 4 Mike Tango Romeo, GB4 meter. Het station is een initiatief van Harlow & District Amateur Radio Society in Essex in het Verenigd Koninkrijk. Het station zal niet alleen op 4 meter in de lucht zijn, maar van 80 meter tot en met 70 centimeter. Donderdag in deel 16 over antennes ging het over het gebruik van de kleine magnetische loopantenne bij zenden. Een antenne die niet bepaald een antenne met een hoog rendement is. Vanwege de afmetingen van zo'n antenne in vergelijking met andere kleine antennes is hij echter misschien nog niet eens zo'n slechte keus. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan die elektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote paraatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop, tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een vijfde tot een achtste van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden, bijvoorbeeld 80 meter, te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk twee nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in twee richtingen dus zit, maar
Door kort een extra spriet, een zogenaamde sensantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de twee richtingen het signaal afkomstig is. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Super. Het datagedeelte loopt nu van 10.140 tot 10.141. Dat datagedeelte loopt nu van 10...